Is die leuk? André van Duin? Bij tijd en wijle. Ja, zeg het dan maar. Zeg het dan maar. I love you tomorrow. It's only a day away. Tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow. It's only a day away. We zoeken nog een derde stem. Oh, je dacht aan mij. Klopt goed, hè? Nee, toch? Nee, ja, no. Maar ik dacht dat je tomorrow zou komen. Je komt nu al. Oh, het is nu al. Oh, geweldig. Annemarie, Annemarie. Wilma, hallo. Bert. Hi Bert. Het hele orkest. Hallo mannen. Ja, violisten zitten onder beneden altijd. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow. Net deed je even tomorrow. We hebben een musical medley. Waar we allemaal een beetje de musical in de maling nemen. Allemaal verschillende musicals. En ik beeld ze dan uit. En Annemarie en Ron die zingen dan over de musical. En ik ga het uitbeelden. Two for the money, two for the show. We're gonna read it up. Je staat in de Lamar straks? Ja, in de Lamar. Première? Hoe weet jij dat nou weer? Ja, alles. Ja, we staan heel lang in de Lamar. We staan 13 weken, met 12, 13 weken staan we in de Lamar. Dus van 25 september is de première. En dan tot eind december zijn we elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. We staan niet in het weekend. Dat is ook uniek. Oh, want? Ja, nou, we hebben de oncourante dagen, zoals dat heet. Kom je wel eens op de televisie? Ik kom al 30 jaar op televisie. Echt waar? Ja. Zeker net als ik niet kijk dan. Vertel er eens iets van. Heb je iemand... Nou, we hebben wat er in het programma zit. Ja? Nou, we hebben onder andere bijvoorbeeld een hele parodie op Wie van de Drie. Dat is natuurlijk erg leuk, omdat Ron presenteert dat Wie van de Drie is weer terug op de televisie. Dus we hebben een parodie gemaakt. Ik ben Marcel van Glasgow. Maar we zijn maar met z'n drieën, dus ik speel alle drie de mensen die ze moeten raden. Dus allemaal typjes op elkaar weer. Annemarie is dan het enige jurylid, want we hebben niet meer juryleden. Het is bezuinigen. Overal. Het is crisis. Ja. En dan doen we een hele parodie op Man bij het Hond bijvoorbeeld. Wij zijn van Man bij het Hond. Kent u het? Nee, ik kijk altijd naar Vrouwelijk Poes. En dan ben ik een oude circusclown en daar heeft zij een hondennummer. En ik doe dat nog imitaties van met een buikspreker en vogelimitaties. En nou ja, gaat het gedoe allemaal mis. Eén groot misverstand op een bankje. En dan zing ik een paar hele mooie liedjes. Zing een hele mooie ode aan Johnny Kraaikamp doe ik. Prachtige mooie ode aan Johnny. En verder zit het vol met grappige, onverwachte wendingen, zoals het heet, toch? Nou, wat even leuk is om te laten zien, schoenenwinkel. Nou, ik zeg schoenenwinkel, maar een schoenenmagazijn, zou je zeggen. Die Imelza Miranda, hoe heet die vrouw? Ja? Die van Marcos, die is daar een kleine meid bij, hoor. Moet je te kijken wat die vrouw al... Het was alleen maar het voetenwerk. Dat is toch niet normaal? Deze vind ik ook zo leuk. Echt ponyhaar. Kijk. Oh, dat is met die schoenen. Ja, snap je? Gewoon niet haar gewoon hoor. In welke scène heeft ze dit aan? Wanneer heb je dat ook alweer aan? Mijn solo. Oh, mijn solo. Oh ja, dan sta ik me om te kleden, dus dat zie ik nooit. Ja. Mocht ze een solo? Ja, twee. Twee? Twee. Was het een keiharde onderhandeling of viel het nog mee? Nee, het waren maar geen eisen. Maar het is gewoon, kijk, het programma moet goed in balans zitten natuurlijk. Hè. Je moet een schetsje, dan moet je een mooi liedje, dan moet je een schetsje, een mooi liedje. En ze doet niet alleen de mooie liedjes, maar ook heel veel mee in de scènetjes natuurlijk. Jullie hebben zoveel ervaring. Ervaring zegt niks. Kijk maar naar hem. Dat zegt hij wel. Welke twee solos doe jij? Ik doe twee liedjes. Twee hele mooie liedjes, vertaald door André Breedland. En één nummer van Nina Simone, wat ik zelf heel graag wilde zingen. En een nummer van Dalida, de Franse Egyptische chansonnière. We hebben haar kleding gehad en dus kan ik even laten zien wat ik nu draag. Dit werk. Kijk, dat is mijn kleding zo'n beetje. En jouw schoenen, André? Die heb ik aan. Die moet ik zelf thuis investeren. Van thuis, gewoon waar ik op straat op loop. Ja. Even om aan te geven wat de verhoudingen zijn hier. Ja?